circuit breathing overal kunt oefenen. De eerste oefening is als volgt. Deze oefening die ik jullie ga uitleggen sluit aan bij wat Inge jullie in de vorige video heeft uitgelegd. Zij heeft uitgelegd hoe je je lucht kan uitpersen en daarbij tegelijk kan inademen door de neus. De volgende stap is de transitie naar de normale lucht vanuit de longen. Je hebt een luchtklepje gesloten en die moet je nu weer gaan openen. Uiteindelijk krijg je dan dit. Dit is de moeilijkste stap en het heeft best wel even tijd nodig. Wat mij heeft geholpen is dat ik als ik inadem door mijn neus, de lucht echt naar onder stuur en het hier voel in mijn buik. En als ik het dan weer naar boven stuur, krijg je een soort mentale cirkel in je lichaam. Je kan dit testen met de volgende oefening die ik jullie ga uitleggen. Deze oefening hebben we nodig. Een rietje die je kunt hergebruiken en een glas water. Let erop dat je niet te vol doet, want anders gaat alles eroverheen. Dat gebeurt mij nogal vaak. De oefening is verder eigenlijk hetzelfde als de oefening van net. Alleen dit is meer een controle. Als je de bubbels constant ziet doorgaan, doe je de oefening goed. Zoals dit. Als je dit kan, dan kun je eigenlijk door naar de volgende oefening die Daphne morgen gaat uitleggen. Ik denk dat ik nog even ga oefenen. Doeg!